gebeld omdat wij overlast zouden veroorzaken door categorie 1 vuurwerk. Pak die tas en we gaan. En jullie moeten ons leren hoe je het aansteekt, Rick. Ja, ja. Ja, ja. Vorig jaar toen we hier categorie 1 video maakten, waren die er kinderen en er kwam daar zo'n vrouw nog. Had je die gezien? Die vrouw zei, ja, er zijn kinderen en zo hier. Ik zei, ja, waar zitten ze dan? Waar de fuck zijn ze dan? Ja, die zijn echt goeie hoor. Marvin Haken. Zo, kijk wat hier al ligt, jongen. Het leek net oud en nieuw geweest. Hier is een vonkje opgekomen. Nee, joh. Hey, die dingen helemaal verschoeid. Gooi eens eentje daar zo. Deze. Ja, gooi een beetje bij die kant daar zo. Ja, zeg. 31 december, jongens. Gooi maar, juist. Ja. Ja, ja, ziek pakket. Flitspaaltjes. Ja, ja, een tassie vol. Zo. Ja, daar zijn we nog wel even mee bezig. Hier zo, vet vuurwerk. Kom met illegaal vuurwerk. Nee joh. Geen kat 1 toch? Ja, ja. Kan jij Tsjechisch lezen? Nee, kan ik dus niet. Even kijken hoe die vrouw reageert. Gelukkig nieuwjaar! Tering. Ik vraag me echt af hoe lang het duurt voordat er iemand gaat bellen. Niet lang? Even. Ja. Ja. Ik hoop dat Sven niet gewoon de vatten maakt om ons even hier zo te houden zodat de politie komt. Ja. Vriend, ik wil dat de politie komt. Nou, ja, dat is wel waar. Leg ze anders neer hier zo en leg die lontjes tegen elkaar aan, dan kom je met die torch. Die stromboli zijn wel goeie. Ik vind dat best categorie 1 vuurwerk. Zit er een lont aan? Ja, aan de achterkant in dat papiertje. Dus nee joh. Oei, oei, wat gebeurt? Tering, wat een fontein, joh. Maar deze gaat echt lang, hè? Maar eerlijk, deze zijn wel harder dan zo'n raadpalmat uit Nederland, hè? Ja. Ja, toch? Ja, ja. Wat steek je aan? Ja, doe maar aan van hem. Steek maar aan van hem. Hoppakee. Oh, daar liggen ook nog luchthuilers in dat pakket. Deze? Ja, ik ben echt benieuwd wat daarin zit. Ik ben nog nooit afgestoken.
Ja, wat doet deze dan? Zo. Maar. Hey, mijn drinken ligt daar, man. Kan je die even pakken? Mijn tas. Komt meer rook uit dan iets. Ja, dit is Mr. Pyro, de baas van PTD. What the fuck? Wat? Ja, zet maar. Nou, daar is het wel. Ja hoor. Dat is een filmen, man. Hoi. Ja, sowieso, man. Straat, hè? Wil je een kappen met dat vuurwerk? Probeer eens. Het zijn gewoon mietjes. Ja. Even kijken. Doe even één zo'n Rambo dan. Of deze? Ja, maar je hebt toch ook zo'n Rambo? Die. Nee. Die grote. Rambo. Ja. Ja. Rambo. Gooi. Hey, die is hard hoor. Komen. Kijk die rook, jongens. Zo, jongen. Jij hebt ook echt serieus gefilmd. Echt mooi, man. Nou, daar. Ja, we stoppen even. Ja, dit mag hoor. Dit is heel legaal. Dit is categorie 1 vuurwerk. We hebben geen pijn bij. Nee joh, hey, wat de fuck is dat? Dat is een luchtuiler. Ja, maar hoe de fuck schiet hij weg dan? Kijk eens. Ja, doe eens nog eentje dan. Gaat hij echt gewoon weg? Ja, deze is wel waarschijnlijk omhoog. Nee joh. Huh? What the fuck? Dat was gewoon een luchtuiler. What the fuck? Dat was gewoon een luchtuiler, gek. Huh? Wat is dit? Je mag gewoon aansteken als je wil. Steek maar aan. Misschien. Ah, ja. Weer. Oh, ze hebben dat zijn gewoon knetterballetjes toch? Huh? Ja, die hebben kleur. Hou dat dingetjes open. Het is voor Halloween, hè? Die dingen. Huh? Lijken net cherry tomaatjes. Wat is er in deze clown binnen? Grote knalert. Oh, mooi. Hé, hey, what the fuck, gek, die luchthuilen, jongen. Ja, dat is kut, man. Ja, hoor. Komt u, hè? Hoi, pak. Zo, even kijken, nee, wacht even. Ik maak het even. Wat is er bij? Goed aan elkaar gelond. Ja. Categorie 1.
fans. Meer? Steken met ja, fans. Nee. Nee. Maar dan. Politie. Hij mag er wel weer in filmen. Ja toch? Ze rijden door. Ze rijden van weg. Gaan we weg. Op Osseldaad. Ze rijden gewoon door, zag je ze? Ja, ja, natuurlijk, Sam. Aha, jullie doen het niet. Maar kijk, wat willen ze doen? Rijden ze nou weg? Nee, ze gaan weg voor. What the fuck, ze rijden. Gaan ze weg? Ja. Ze kwamen hier zo op die dingen zo kijken. Ja mensen, er kwam net politie rijden. Ze reden meteen weg. Dus we zullen kijken wat er gebeurt. We zien hier ook geen politie. Ja, politie reed ineens weg. Eén rondje gereden. Nou ja, we gaan even een rondje lopen. Even kijken. Maar het is gewoon heel zacht voor een spetsvuurwerk. En ik snap wel dat mensen daar overlast van kunnen hebben, maar dan moeten ze dat gewoon even melden. Dan zijn we weer weg, weet je. Tot ziens. Nou, politie langs geweest. Aardige mannen. Iedereen heeft alles op beeld gezet. Maar wat vind je er nou van? Ik heb het ook op beeld, man. Weer politie gekomen. Mensen hebben gebeld omdat wij overlast zouden veroorzaken door categorie 1 vuurwerk. Maar als mensen gewoon naar ons toe komen en zeggen van ja, we hebben last van jullie, dan waren we gewoon gelijk gestopt. Maar goed, er gebeurde niet en we zagen politie. Nou ja, we zijn niet gepakt, want we hadden gewoon categorie 1 vuurwerk bij ons. En waren aardige mensen. En ik denk eigenlijk ook wel dat ze weten wie we zijn, dus ja. We gaan verder. Ja, nu even die kant op en dan wil jij hem aansteken? Ja, is goed joh. Ja, hou hem even vast en dan halen we dat ding los. Wat zei je? Mag ik hem aansteken? Echt een lul af. Mag ik hem niet aansteken? Zo. Ah, wat een kutgeluid man. Staat bij handhaving. Kijk. Ja, maar van wie is die dan? Die zat in dat ding. Echt serieus? In dat ding? Blizzard ofzo. Zijn dat de Red Blizzard? Ja. Best wel waar. Rocketman. Lijkt op een nitraat. Ja, uit België. Zo, die gaan op het hoofd. Ja, hey. Dit is geen overlast, toch? Ja, dat waren ze allemaal. Gelijk, man.